overload squat een topoefening om betere conditie in je bovenbenen te krijgen. Dat je het verzuren langer kan volhouden. En daarnaast zoeken we ook behoorlijk een rek op in de bovenbeenspieren, waardoor je meer ruimte en mobiliteit creëert. We doen hem in 2 stappen. Stap 1 is een pompende beweging te maken in die bovenbeenspieren. De moeilijkste variant is vanaf hier uitstrekken en terug. Uitstrekken en terug. Je kan hem makkelijker maken door wat rechterop te zitten en uit te strekken en terug te bewegen. Je wilt echt goed uitstrekken en die bovenbeenspieren aanspannen en de bilspieren aanspannen. Na die pompende beweging en je benen die flink verzuurd zijn, dan willen we een rek creëren op die bovenbeenspier. Dus vanaf hier pak je je hielen vast en duw je heup naar voren. Dus dan voel je een rek als goed is op de bovenbeen en die wil je echt vasthouden. Dus knijp in die billen en duw je heup naar voren. Je kan het moeilijker maken door je voeten plat te doen, want dan kom je dus dieper en krijg je dus meer rek op je bovenbeenspieren. Dus je vanaf hier jezelf uitduwt. Het kan zijn dat deze 2 variaties allebei niet gaan. Dan kun je dus een bankje pakken of iets achter je neerzetten, waardoor je dus hoger uitkomt. Waardoor je dus minder diep hoeft te zakken. Die minus. Als alternatief voor de overload squat die we net hebben laten zien, kun je hem ook op deze manier doen. Dus je pakt een elastiek vast, die zet je vast tegen je heupen en dan ga je als het ware naar achter leunen. En kom je weer terug. Het kan zijn dat je aan het begin niet ver komt, dat je echt een hele korte beweging hebt en terugkomt en dat je mega veel spanning voelt in de bovenbenen. Uiteindelijk zul je merken dat je steeds verder naar achter komt. Wat heel belangrijk is dat je je heup gestrekt houdt. Dus wat we niet willen zien is dat je dit doet. Nee, heup naar voren brengen, billen aanspannen en dan ga je naar achter leunen. En op een gegeven moment zul je merken dat je steeds wat verder weg kunt zakken. En omhoog komt. Belangrijk is, doe het met beleid en je mag geen pijn hebben tijdens deze oefeningen.